Ja, ik ben Wouter Teel. Ik woon in Almelo. Ik heb hier 8 jaar in de raad gezeten als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Ik ben er toen mee gestopt. 8 jaar vind ik ook wel goed dat anderen het overnemen. En ja, toen kwam het op mijn pad, werd ik gevraagd om in de Provinciale Staten te gaan zitten. Omdat er een plek vrij kwam, omdat Arjan Hof wethouder werd in Twenterand. En dat kwam zo mooi op mijn pad. En ik moet zeggen, ik vind het leuk en interessant. En ik heb mij ook kandidaat gesteld voor de volgende periode, dus voor de verkiezingen in maart. Om dan weer kandidaat te zijn voor de ChristenUnie. Ja, ik vind het natuurlijk leuk, hè? Ik vind het ook interessant. Ik vind het ook eervol, anders doe je het niet. Maar het is ook de drive om je idealen te bereiken en iets te doen voor de maatschappij, zeg maar. We willen een ChristenUnie geluid laten horen hier in Almelo, ook in Zwolle. Wat vind je dan van de afstand tussen Provinciale Staten en Almelo bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat statenleden net zo benaderbaar zijn als gemeenteraadsleden. Maar ja, de afstand Zwolle Enschede die is groot, dat zie ik ook. En dat, het provinciehuis zit in Zwolle, Zwolle zit dichtbij, daar speelt het zich af. En er spelen een aantal hele grote dossiers die ook voor Twente erg belangrijk zijn. Ten eerste natuurlijk het hele stikstofgebeuren, de boeren versus de natuur. En juist op de hoge zandgronden hier in Twente, ja, daar zit echt wel een probleem met het aantal koeien, zeg maar. Juist de ChristenUnie staat voor herstel voor de natuur, maar ook voor een rechtvaardige behandeling van de boeren, zeg maar. En zeker de boeren, de pasmelders, die ongewenst, ongewild, illegaal zijn, ja, daar moet wat aan gebeuren. Mobiliteit is een belangrijk thema, dus de bereikbaarheid van Twente, de N35 bijvoorbeeld. Ook het openbaar vervoer, de spoorlijn doortrekken van Almelo via Marienberg richting Groningen. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog de energietransitie. Dus de windmolens, de zonnepanelen. Ja, we willen niet al het de kostbare grond. Grond wordt heel kostbaar, zeg maar, heel schaars. Ja, gaan we ook niet allemaal volleggen met zonnepanelen. Maar we moeten wel zorgen dat we die energietransitie maken. Ja, ik denk dat we als ChristenUnie wel een heel eigen geluid hebben. Juist ook in, zeg maar, het vooropstellen van de schepping, zeg maar, de natuur en niet alleen economische belangen. Nou, dat is een voorbeeld van, en ook de duurzaamheid met OV en fiets. Wat niet wil zeggen dat ook de autobereikbaarheid heel goed mag zijn, maar toch je accenten leggen, zeg maar. Ja, daar hebben we denk ik wel een heel eigen geluid.